gezien op tv, die Louis van Gaal en die Dijkhoff? Ja, kijk, want die Louis, die zegt eigenlijk hetzelfde wat ik al die weken al loop te beweren. Want Louis zegt, ja, het Nederlandse volk, dat is niet een nederig volkje. Daarmee wil hij zeggen, Nederlanders die hebben maling aan gezag en aan autoriteit. Daar hebben ze geen zin in. Dat is wat Louis bedoelt. En het tweede wat Louis zei was, ja, maar de mensen die gaan niet de discipline opbrengen nu om zich toch aan al die regeltjes die er toch nog zijn te houden. En die anderhalve meter maatschappij kan je eigenlijk zo bij de vuilnisbak zetten. Dat is wat Louis zei. En dat is eigenlijk wat ik al die tijd ook al gezegd heb. Ja, dus Louis en ik, voor wat het waard is, zitten ineens op dezelfde lijn. Ja, en maar toen kwam hij. En Louis zei natuurlijk, ja, maar als ze die discipline niet hebben, dan gaat iedereen maar toch een beetje zijn eigen gang. En dat is gevaarlijk. Kijk, de goedwillenden in Nederland, die gaan geweldig. En onder mijn volgers zitten heel veel goedwillenden. Dat weet ik gewoon. Maar de slechtwillenden, en daar gaat het om. Het gaat om die slechtwillenden die dit doen tegen het virus. Maar zij beseffen niet dat het virus dat ik een keer terug ga doen. En daar gaat het om. En die slechtwillenden, die hebben zoiets van, maar ik trek me nergens iets van aan. En ik ga gewoon mijn eigen gang. Ja, dat kan wel zo zijn. En daarom zei Louis ook daar van, ja, maar waarom wordt daar dan niet op gecontroleerd? Want waarom gaan we die mensen daar niet toespreken? En waarom gaan we die mensen niet beboeten? Enzovoort, enzovoort. En toen, ja, toen kwam die, hop, uit de mouw, de aap, daar kwam de aap, helemaal uit die mouw, bij Dijkhoff. Want Dijkhoff zei, ja, maar Nederland is niet ingericht om uitgebreid te surveilleren. En Dijkhoff zegt daar eigenlijk gewoon, we hebben geen politie genoeg. Kijk, en daar zit hij. Dat is de clue. Nederland heeft geen politie genoeg om te handhaven en om te controleren. En daarom zeggen ze tegen iedereen maar van, ja, neem je eigen verantwoording. Er zijn geen strenge regels. Nee, iedereen mag maar een beetje, ja, ga je gang maar, zoek het maar een beetje uit. En wil je in een volle tram, dan ga je mee in een volle tram. En wil je een beetje misdragen in de supermarkt, dan doe je dat maar. Enzovoort, enzovoort. Want er zit toch geen consequentie aan vast. Nee, er is niemand die je hup hup op de vinger stikt of zegt van hier, wilt u eventjes betalen? Niks van dat alles, want er is geen politie, ze kunnen het niet controleren allemaal, ze kunnen het niet behappen. Dus wat betekent dat nou? Dat die goedwillenden, die zijn eigenlijk de lul, want de slechtwillenden, die kunnen gewoon hun gang gaan. Doe maar wat je wil, want Nederland heeft geen politie genoeg. Dus jongens, 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 goedwillende, ik heb echt, echt met jullie te doen. Want dat worden nog hele zware tijden.